Niels Schut. Hallo. Hoi. Even lachen. Ja. Zie maar niks. Hier. Factuur maar. Oh, gaaf. Hoe lang duurt het ook alweer bij een Polaroid? Hangt van de temperatuur af, hè? Was het niet? Ja, ik kan hem ook onder uw oksel steken. Ik zou het nu niet doen. Maakt u veel gebruik van Polaroid? Tot een jaar geleden nog. Ik werk doorgaans met een technische camera. Zo'n ding, weet je wel, met zo'n balg. En dan met zo'n zwarte doek. En dan schiet je bij wijze van test vaak een Polaroid. En omdat ik veel in de nacht fotografeer, ja, kan je het licht meestal niet meer meten. Dus dan schiet je een Polaroid. Oh, daar komt-ie. Hey, je lijkt wel een beetje op Saddam Hussein. Toen ze hem vonden in dat gat, weet je wel? Hier. Ja, het gaat goed. Ja, gaan we door? Ja. Ja, wat fotografeer ik? De laatste tijd probeer ik er een beetje door gebouwen heen te kijken eigenlijk. We worden omringd door gebouwen. Maar het gebouw op zich vind ik niet zo interessant. Het is meestal juist de mens die ik daar doorheen zie, zeg maar. De menselijke kant. Dus bijvoorbeeld deze foto. Het is een bankfaçade van een gebouw in Centen in Johannesburg. En daar willen alle gebouwen eigenlijk, die stralen een soort afstand uit. Er zijn allemaal glas, alles spiegelt. En je mag daar eigenlijk als mens niet in. Alles is ook bewaakt, overal hekken omheen. En dan, wat ik dan fotografeer is eigenlijk dat ik daar toch de mensen in ontdek. Waar zit de mens eigenlijk in die foto? Ik zie ze niet. Dat is in eerste instantie zo. Maar als je dan goed kijkt, dan zie je dat de mens met zijn vingertjes naar buiten heeft geprobeerd te kijken. Dus dat is dan eigenlijk weer een menselijke kant die ik aan dat gebouw ontdek. Ik vind het bijna meer een schilderij dan een foto. Ik ben ook als schilder begonnen. Ik was een hele slechte schilder. En ik vond verf ook eigenlijk maar vies. Maar ja, het was wel een mooi medium. Je kan daar wel heel erg je eigen sfeer in bepalen. Je eigen gemoedstoestand neerzetten. Maar ja, dat is uiteindelijk toch gebleken in fotografie dat het beter gaat. Dat hele fotografieproces is voor mij iets heel anders dan hoe we normaal met fotografie omgaan. Ik kom er bijvoorbeeld achter dat ik de foto vaak zie in mijn hoofd. Dat ik ergens rondloop en dat ik een tijdje zo om een idee heen loop, zeg maar, een idee voor een foto. En dan opeens zie ik dat beeld en dan droom ik er 's avonds over. Ja, dan droom ik van dat beeld wat ik zoals ik het wil gaan maken. Dan heb ik het eigenlijk al een beetje gezien. Soms maak ik ook voorstudies. Dan schets ik wat ik wil, hoe dat beeld zou moeten zijn. Of ik maak heel veel snapshots. En dan neem ik daar echt soms wel een paar dagen de tijd voor. Een foto die representeert eigenlijk een plek waar ik geweest ben. En dat het me wel spannend lijkt om die ervaring van een plek weer terug te brengen naar de toeschouwer. Dus vandaar dat ik had bedacht, als ik nu een beeld maak wat precies de muur omslaat, dan creëer je de illusie dat je op een andere plek staat. Nou, die gebouwen die omringen mij en die stralen iets naar mij uit. Die zeggen mij iets. Die laten mij nadenken over hoe die mensen daar wonen, hoe opgestapeld ze daar zitten. Zo'n plek als dit, die laat mij ook hunkeren naar wat daarachter is, naar die horizon. Daar krijg ik ook een heel bijna romantisch gevoel van, zeg maar. Daar wil je doorheen kijken, maar dat lukt niet. Dus het is voor mij is dit een soort confrontatie. Wat me drijft dat beeld te maken. Het roept heel veel gevoelens in me op, zeg maar. Is de horizon de basis van alles? Nee, zeker niet. De basis van alles is voor mij de dialoog. De dialoog met de omgeving. Een stad waar ik kom, daar is iets aan de hand. Een bepaalde problematiek, zal ik het maar noemen. En daar moet ik me, of ik wil of niet, toe verhouden. Ik moet daar naar kijken. Ik moet daar mezelf een plek geven. Om maar wat te noemen. Toen ik in Johannesburg aan het werk was, toen zag ik heel veel
dat downtown Johannesburg, daar zei iedereen van, daar moet je niet naartoe gaan, dat is no-go area. Ja, daar kon ik me natuurlijk niet bij neerleggen, want dat maakt het veel interessanter juist. Dus dan ga je daar rondlopen en dan zie je dat die wereld heel erg verschoven is. Dat kantoorgebouwen opeens, dat er opeens een hele Ethiopische community in zit. Dus je ziet een hele, ja, hele maatschappij verschuiven en dat soort observaties drijven mij heel erg om daar dan iets over te zeggen of een beeld over te maken, zeg maar. Zou u in die flat kunnen wonen? Ik denk het wel, een tijdje, ja. Maar niet, ik zou er niet gelukkig worden, denk ik. Want? Lijkt me erg opeengepakt. En Nederland? Is Nederland vol? In ruimtelijk opzicht is Nederland behoorlijk vol, ja. Maar als je het op een sociale manier zou interpreteren, dan vind ik dat wel meevallen. Fietsen is door Rotterdam, 's ochtends. Het is toch vrij stil hier. U heeft nog wel wat ruimte over. Ja, het is toch juist fijn dat je nieuwe invloeden krijgt. Dat je eindelijk eens van die Hollandse pot afkomt. Leven de hoofddoek. Leven de baard. Fotografeert u eigenlijk ook wel eens mensen? Nou, ik fotografeer ook landschappen, overigens. Maar mensen, ja, die vind ik, dat is me nog niet echt gelukt om daar echt veel eer aan te doen. Ik vind mensen toch ingewikkeld om te fotograferen. Ingewikkeld? Een mens is meestal veel, veel omvattender dan dat ene moment van een foto. En bijvoorbeeld in een nachtfoto heel veel tijd nemen voor dat landschap. Ik kan daar een bepaalde energie in stoppen. En dan hoef ik me niet bezig te houden met de psychologie van een persoon. En dat is bij een portret wel zo. Dat moet je wel heel goed kunnen, vind ik. Het is makkelijker een gebouw te typeren dan een mens. Ja, zeker. Ja. U fotografeert veel gebouwen, maar heeft u ook wel eens last dat er veel mensen in wonen? Bij nachtelijke landschappen kies ik er heel vaak voor om dat heel veel stil te laten zijn, zodat je heel erg naar de verhoudingen van dat landschap gaat kijken en niet naar de menselijke activiteit. En dan juist op zo'n moment gaat iedereen er doorheen rijden met een auto bijvoorbeeld. Dat komt vaak voor. Ja. Dan moet je heel veel moeite doen met zwarte kapjes voor je lens en zo om iedere keer die auto tegen te houden die voorbij komt. Ja, maar ik heb het ook wel eens een keer omgekeerd. Toen was ik in Turkije in een landschap, midden in de nacht, op een berg. En dat dacht ik van, dit is de puurste natuurervaring die ik me kan voorstellen. Nu ben ik echt alleen. En toen opeens zag ik een stipje van een auto. En toen dacht ik, verdorie, het is weer niet zo, hè. Je bent eigenlijk kennelijk nooit meer alleen in de buurt van steden. En toen dacht ik, dat moet ik ten goede keren. Ik zal die foto laten zien, dat is misschien wel leuk. Het is deze foto. Ja. Dus ik kwam door dat ene lichtstipje op het idee van misschien moet ik gewoon eens zo lang wachten dat ik het idee krijg dat stipje overal bewogen is. Toen heb ik 2 uur belicht en al die rode lijnen, die lava-achtige lijnen die je ziet, ja? Dat zijn dus auto's in dat landschap. Ik dacht even dat het lava was. Ja. U bent veel op reis. Is Rotterdam niet mooi? Die vraag houden natuurlijk niet op in je eigen omgeving, maar het is wel iets moeilijker om daar spannende beelden over te maken. Want dat vind ik wel, dat kunst wel, kunst moet wel boeien. Het moet niet alleen maar bespiegelingen zijn van mij. Het moet ook de toeschouwer ergens intrekken. En de toeschouwer op een bepaalde manier verleiden om daarnaar te kijken, zeg maar. Oh.